Onlangs heeft het KNMI de nieuwe klimaatscenario's gepresenteerd. En dat laat weer eens zien dat de uitdagingen waar we met z'n allen voor staan veel groter zijn dan wat we in ons eentje op kunnen lossen. Dus we moeten echt die samenwerking zoeken om samen over onze werkgebieden heen oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar we voor staan. Ik heb ontzettend veel zin in vandaag, waar we met SWWB en de Community of Practice samen gaan kijken naar de uitdagingen in onze waterketen. We hebben met elkaar een opgave te vervullen en die rode draad die is dat we de gezondheid van onze medemens het allerbelangrijkste vinden. En dat ieder vanuit zijn eigen stoeptegel of vanuit zijn eigen puzzelstukje daar een opgave in hebben. En doordat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt op dat puzzelstukje, kunnen we gezamenlijk ook de puzzel van die grote opgave die we hebben beter leggen. Binnen de Community of Practice zijn we op dit moment bezig om data landelijk te ontsluiten, zodat iedereen die makkelijk kan gebruiken. En om tooling te maken, zodat we landelijk makkelijk afvalwaterprognoses kunnen maken. We kunnen op dit moment al heel makkelijk resultaten ontsluiten via onze afvalwaterprognose viewer online. En we zijn druk bezig om goede kerngetallen te maken, waardoor we landelijk eenduidiger afvalwaterprognoses kunnen maken. Wij speelden het Samen Klimaatbestendig spel. Dat spel is gebaseerd op het uitgeven van 15 euro's om de juiste doelstellingen te halen in de stad. Wat mij opviel bij het spelen van het spel was dat vooral een aantal stuurders zeiden: dit zou ook heel goed zijn om niet alleen regionaal te spelen, maar ook in mijn organisatie, met college en met raad. Omdat er toch een heleboel afdelingen zijn die daar misschien wel anders over denken. Ik denk dat we nu heel veel facetten ook van de COP afvalwaterprognose bij elkaar kunnen krijgen. Toen zo gemaakt dat ze vrij makkelijk daarop kunnen aansluiten. Dus met een paar kleine aanpassingen kan je al gaan rekenen en heb je al resultaten. Wat een zaal vol met kennis, met ambitie. Mensen vanuit bestuur, vanuit management, vanuit de werkvloer. Aangevuld met kennis vanuit het hele land van de COP. Ja, dat was een geweldige mix waar ontzettend veel uit opborrelde. Het zijn ook dingen waar we morgen weer mee aan de slag kunnen. Wat ik meeneem richting de toekomst is dat de verbinding tussen waterschappen en gemeenten een bepaalde dynamiek geeft die heel erg belangrijk is eigenlijk binnen de waterketen. Dat we samen elkaar verder kunnen brengen.